Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Metabots, Metaby vs. Rakusho version. Jordi is nog steeds salty, want hij heeft Ik ben Rakusho niet salty. Versie. Nee, jij bent niet salty. Moet je Ik heel ben eventjes niet salty. De eerste vier afleveringen in de comments lezen. Justice for Rakusho. Dat bedoel ik. Je bent gewoon salty. Ja, ik ben... Eigenlijk, ik ben... Op dit stuk niet meer salty, maar dat komt ook gewoon puur omdat je nou langzaam zeker een beetje tempo hebt dat je dingen kan doen. Ja, precies. En ik denk ook dat je me wel weer bij gaat halen. Volgens mij had je me al grotendeels bijgehaald. Want, ja. Ik denk dat ik hier best wel een tijdje vast ga zitten bij deze battles. Dat gevoel heb ik. Ja, en het is ook zo van... het grootste probleem waar ik nog steeds mee zit is dat ik eigenlijk alleen maar twee... Omdat ik die buff wil hebben van Rakusho, moet ik alle onderdelen van Rakusho gebruiken. Dus ik ben en blijf altijd maar vier onderdelen hebben. Ja, precies. En waaronder dus maar twee attack dingen in plaats van drie. Mm-hmm. Maar ja, je hebt zelf al gezegd, je hebt al heel snel binnenkort een extra metabot. Dus dan zal het op zich wel heel snel opgelost moeten worden. Ja, precies. Mm-hmm. Ik heb echt geen idee hoe ik deze battle ga winnen, is er ik maar te bedenken. Ja, ik zou zeggen magische poeder, maar dat gaat hier moeilijk werken, denk ik. Dat is wel een goed antwoord. Dat antwoord kan ik waarderen. Ja, ik zou zeggen, graaf een geheime tunnel onder de bos door en dan skip je gewoon de bos. Oké, nu gaan we gewoon memes gooien. Ik weet waar het naartoe gaat. Zo, en ja, krijg ik een lunchbox en nieuwe teampad. Hehe. Ja, die lunchbox is echt ideaal. Die teampad had niet gehoeven. Oh, geef me ondertussen maar gewoon 20 van die dingen hoor. Nee. Even kijken. Wat is wijsheid met deze? Helemaal niks. Ik ga het kijken van of ik welke medal ik ga gebruiken. Jezus, waarom is die zo slecht? Ik doe dit wel. Beetje generic, maar. Maar dat kan. Het werkt en daar gaat het voornamelijk om. It do be working. Mm-hmm. Ik heb was even, ik was even vergeten dat dit A met deze game A weer de speed ding was. Hoe bedoel je speed ding? Dat je sneller kan lopen. Oh ja. Ik heb een keer wat kapot hoor, dat duurde een jaar, maar dan ben je ook ergens. Erika, laat me met rust. Tegen welke fight was je eigenlijk bezig? Erika. Oh, nou jij en ik zijn weer gelijk. Mm. Daar was ik al bang voor. Maar dat dacht ik de vorige aflevering ook al dat dat zou gebeuren. Maar ja, ik had ook geen probleem met sommige dingen. Het was echt gewoon het beginstuk waar ik moeite mee had. Ja, ik heb dus een tweede bot, alleen die doet gewoon geen damage. Ja. Wat wil je dat ik daar nou op zeg? Bakelfles? Oh nee. Dat is een keuze? Dat is een keuze, denk ik. Maar wacht, wat voor met de bot? Kijk, ik zie. Normaal ben ik degene die de dingen edit, dus. Maar wat. Wat voor met de bot ik heb? Ja, wat voor met de bot gebruik je? Heb jij als tweede dan? Zo'n anti-air, daar heb je mij natuurlijk nog mee geholpen. Oh ja. Je kan die parts daar kopen. Oh ja, die, de anti-air. Ja, ik wist niet of jij die anti-air al had gebouwd of dat jij nog mee bezig was. Ja, die heb ik gebouwd. Rifle. Oké.
Ja, nu langzaam zeker met 2 tegen 2 en zometeen 3 tegen 3 heb, gaat het zometeen ook gewoon heel snel. Counter-attack, wat is dit? Nou, precies wat zegt een counter-attack. Lol, meteen mijn hoofd, meteen de battle over. Wat is dit voor een onzin? Ja. Wow. Nou, het ding is wat deze ook heeft, is dat die een soort van schild kan geven aan Erica. Dus dat maakt hem al meteen een stuk moeilijker. Yep. Ja, dat is het zo irritant aan deze vrucht. Maar op zich, ik vind de fight niet zo heel moeilijk. Nee, dan ga jij hem halen waarschijnlijk. Wat nou is ja, jouw tweede bot dan? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, die had je nog niet. Wat ga je als tweede bot doen? Tweede bot is zo'n Vulcan-achtig iets. Een beetje die ook. Een beetje wat Spike heeft. Is zo'n zware, zeg maar? Nee, niet zo'n tank. Een beetje gewoon. Met twee rifles, die dingen. Oké. Want ik kan wel anti-air, maar ik heb daar de medal niet voor. Nee, ja, en ik had dus de anti-air medal gekocht. Alleen ja, die is fucking slecht tegen die gast, zeg maar, die Erica, die als support heeft, zeg maar. Die tweede, die met dat schild. Mm-hmm. Daar doe ik echt gewoon 0 damage. Nou, dat is niet waar. Ik doe 5 damage, alleen... Ik kan niet die main bot van haar raken. Nee, ja, want... ik moet ook wel resetten. Ja? Ja, dat dacht ik al. Nee, het was letterlijk. Ik had die robot zwart neer en dan laatste hit gaat hij nog counterattacken. Mm-hmm. En dan gaat. Dat is niet zo meteen mijn hoofd. Nee, dan gaat het van mijn armen meteen naar mijn benen en. Yep. Gewoon bij mij bleef er niks van over. Dit is echt een hardcore game als je erover nadenkt. Als je zo snel in de game al zoveel moeite hebt, zeg maar. En zeker als je Rokusho speelt. Nou, als je puur kijkt naar wat het eigenlijk is het inderdaad heel erg raar dat het zo moeilijk is. Ja, want het is niet zoals bij Pokémon dat je gewoon hoog level kan grinden en is het goed, zeg maar. Nee, want hoog level levert je hier niks op. Nee. Het is niet dat je stats veel beter worden of zo. Dat je meer damage doet. Nee, het enige wat je kan krijgen is een Metaforce, maar aan die Metaforce heb je ook niks aan als jij doodgaat. Nee, precies. Dan, ja, ik moet even met het hele stuk van die lunchbox moet ik ook even opnieuw doen, dan save ik. Want ik had niet verwacht dat Erica je zo hard zou naaien. Ja. Dat is waarom ik volgens mij de hele vorige aflevering ook al met Erica zit ouwehoeren. Mm-hmm. Maar ik weet nog wel, toen ik deze game oorspronkelijk speelde, dat ik nog op zich voorbij dit punt kon komen. Maar ja, ik ook. Daarom, dat is wat me ook zo verbaast eigenlijk. Ik denk deels dat komt door het feit dat je dit ook met in een race doet. Dus je weet het, let's play cursus gebeuren altijd rare dingen. Ja, dat is waar. Dat zou kunnen. En tweede is denk ik ook gewoon misschien al wat toe meer geluk aan. Dat kan ook nog, maar dan nog blijft het rare gedoe. Het is en blijft het raar, puur en alleen maar omdat je eigenlijk niet... Je kan niks. Je kan niks tegen doen. Nee. Het is gewoon geluk hebben. Nou, weer de lunchbox. Want ik weet ook niet wat momenteel het beste is. Want kijk, ik kan wel anti-air gaan. Maar ja, dat levert je ook op zich ook niet zo heel veel op. Nee, in deze battle in ieder geval niet. Ja, misschien tegen de main. Daar kan ik nu voor het eerst een anti-air attack op doen. Nee, dat doet ook bijna niks. Ja, wat ik wel even ga doen... Ik denk om gewoon een andere aanval te doen. Oh, kut. Nu word ik weer counter-attacked. Ja, die counter-attack nakt je gewoon. Want het is niet zo van counter zoals een Pokémon. Nee, ik word direct gecounterd. Nee. Ik pak toch wel weer Snake. Nee, ik pak Monkey. Ik weet niet of dit gaat helpen, maar... Het ging weer echt op exact dezelfde manier als net.
Reset. Oké, okay, nou, toch even. Voor mij is het maar de tweede poging. Ah. Ik wil niet te veel spoilen van de Generations, maar ik moet zeggen dat ik ondanks het feit dat ik moeite heb met een Abra vangen, dat ik het wel nu al echt heel erg leuk vind. Ja, dat is mooi. Ook mooi als je van geniet momenteel. Ja. Toch even We hebben pas één sessie gehad, maar... Ja, precies. Dus er kan nog genoeg gebeuren. Mm-hmm. En er zit nog genoeg tijd tussen dit project en... Dat klopt. Alleen ik moet wel heel erg eerlijk zeggen, ik zie echt heel erg op tegen tweede generatie. Nou ja, ik heb zo'n run eerder gedaan met dat type, want ik moet even letten op de woorden die je zegt. Mm-hmm. Het kan wel. Het is ook wel te doen. Het is alleen super traag. Ja. Dat klopt. Ik ben nu aan het doen met die muis met de bot. Misschien weet ik dat iets beter, maar okay. Het is meer een beetje een support met de bot. Dus ik weet niet of dat gaat helpen. Ja, ligt eraan. Als je daar echt veel damage mee doet, dan is dat misschien anders. Nee, het is echt een scout ding. Dus het verhoogt voornamelijk meer je kans op crits, die dingen. Ja, precies. Nou ja, crits kunnen handig zijn, omdat je dan of sowieso een part helemaal kapot maakt, of je hebt chain. Dus crits kunnen best goed zijn. Ja, maar het heeft voor de rest niks. Het heeft alleen maar supportvaardigheden. Dus ik denk, als dit me lukt, heel erg mooi, maar dan ben ik wel heel erg redelijk. En dan verwissel ik hem zometeen wel met andere parts, denk ik. Oké, okay, ik weet de tactic, denk ik nu. Was de tactic bomrushen? Nee, twee keer opladen voor Metaforce en dan gewoon meteen Metaforce doen, zodat je eigenlijk die support zeg maar meteen killt. Of niet meteen, maar wel heel veel damage doet. Zit er nog een hoeveelheid aan de... Nee, oké, je kan ook gewoon blijven doen Metaforce, alleen moet je gewoon niet doodgaan. Ja. Een kleine side note. Ja. Moet gewoon niet doodgaan. Oh, maar dat is geen probleem, dat doen we zo. Ja, precies. Het enige wat wel mooi is aan de muis, de muis heeft aardig wat HP. Oké, nou dat is dan... Dat heeft mijn ding dus ook al niet. Eigenlijk is die anti-air fucking slecht. Ik moet nog even achter zien te komen wanneer die wel goed is, zeg maar. Mhm. Maar de medal die ik hem wel heb gegeven is wel heel nice. Kan confusion triggeren. Oh, what the fuck, die is wel goed dan. Ja, dat dus... ook bij zijn beschrijving, zeg maar. Ja, staat chaos. Nou ja, dan had ik al snel van confusion. En die medal bot met counter triggerde zijn counter, maar chaos overrijdt die counter. Oké. Dus ik kom mezelf die counter op die manier. En ik heb gewonnen. Wauw. Het is hartstikke mooi, maar ik denk niet dat ik die muis verder ga inzetten. Mm. Maar hij heeft voor de rest niks. Hij kan alleen maar scouten en voor de rest niks. En hij is niet snel. Nee, dat klinkt niet echt als goed, zeg maar. Maar je hebt hem gewonnen, dus dat is heel nice. Ja, want jij bent nog steeds bezig. Ja, ik ben nog steeds bezig. Ik kom wel veel verder dan wat er tot nu toe is gebeurd. Dus dat is positief. Ja. Dat is inderdaad positief, ja. Zo. Nou, dan gaan we even saven, want ik heb geen zin om dit zo meteen opnieuw te doen. Niet. En Wild Battles is en blijven gewoon klote dingen. Met de bots. Ja, ik ga hem toch aanpassen, maar... Ja, ik pas hem toch aan naar deze. Lijkt me toch iets beter. Want ja, je hebt ook hier trainen dingen, hè?
En ja, die dingen voor het terrein hebben wij niet. Dat je als je een bepaalde terrain hebt, dat bots dan sneller of beter zijn. Ja. Nu is het heel belangrijk dat ik die counter niet trigger zo meteen. Oh, wat is het? Ik ben Pokémon spelen, kom trainers tegen. Alleen je kan niet, ze niet voorbij lopen. Nee. En voor dit heb je, is misschien wel handig om anti-water te hebben, maar ja. Kom op, alleen zijn legs. Ja, nice. Oké, nou, ontwijkt hij de boel. Dat is niet netjes. Hij ontwijkt ook letterlijk al mijn dingen. Wat een hater. Oh ja. Het is een beetje kloten. Hij kan alleen nog maar counter triggeren, dus dat is mooi. Zij mist, oké. Wauw, wat een gezeik. Nou, jij raakt tenminste nog je dingen. Ik kan niet eens dit ding raken. Nou ja, dan mijn metafors opbouwen. Er is een kans dat ik dit ga winnen. Dat is zeer mooi. Oké, dan denk ik Metaphors. En met deze doen wij... God, dat had ik geluk. Oh. Leuk. Je kan je Metaphors selecteren, ook al is hij niet bruikbaar. En dan skipt hij hem. Ja, dat kan me nog wel herinneren. Wat is dat voor slecht design? Net zoals dat je een revive kan gebruiken op dingen waar je geen revive op hebt. Nou, dat was in de eerste generatie toch ook. Er is een generatie dat je je item dan ook kwijtraakt. Ja, klopt. Ik heb gewonnen. Gewon. Ik heb het hoofd van Erika's bot gewonnen. Nou. Koji en Karin. Oké. Is dat klaar? Nou, hij heeft nu weer de counter. Er is ook hier weer een wilde train die ook gewoon de counter attacks heeft. Weet je dat er gewoon in mijn muscle memory gewoon zit dat ik naar het Pokémon Center wil lopen? Ja, dat kan ik heel goed begrijpen. Ja. Ik ben toch eigenlijk nou iets benieuwd. Hoe lang blijft de counter eigenlijk? Tot de eerste volgende beurt? Ja, dan moet hij weer bij het midden komen, geloof ik. Oké, ik moet alweer resetten. Zet. Ja, het komt door de fight. Ik miste letterlijk alles. Oh. En ja, dat is ook altijd kut. Ik kon eindelijk de Metaphors gebruiken. Hit ik hem. Ja, sorry, wordt dan net niet meegerekend, omdat... ja, sorry, je hebt niks kapot gemaakt. Maakt niet uit dat al het HP op 5 van alles is, maar ja. Old woman. Nou, probeer het even op deze manier. Metaphors, charge, probeer het te raken en dan door. Metaphors, be with you. Nee? Nee. Missal. Oh, ze hebben al 20 minuten bezig. Ja, maar dat krijg je als je gewoon druk bezig bent met deze. Je bent gewoon... Nee. Het is geen Pokémon waarin een trainer op zich zo'n keer klaar is. Dit duurt wel even. Ik had vandaag opnames met Sander en er gebeurden weer zulke rare dingen. Hoezo? Als je zo'n recording kwijt of wat dan ook? Nee. Gewoon in-game, zeg maar. Oh. Het was... Ik wil niet verklappen, want deze aflevering komt eerder uit. Nee, deze komt eerder uit. Snap ik. Ondertussen hebben we waarschijnlijk al meer opgenomen met Sander dan met mij, denk ik.
Ja, wel toeval, maar ja, klopt. Maar je krijgt als je vakantie hebt gehad en andere dingen, dus dan heb je soms ook nog ruimte voor andere series, zoals een of andere rare game genaamd Mario Party. Jee. Oké, kom op. Nee, weer mis. Klote. Nee, als jij soms ook tegen die eerste fight gaat, snap je precies wat ik bedoel. Oké. Want het ding is, hij kan je gewoon raken en hij heeft maar één ding ver kapot te maken en het is gewoon instant boss. Oké, what the fuck? Ja, omdat jij niks van hem kapot kan maken, hij ontwijkt alles. Oh ja, en hij heeft ook nog een counter om nog af te maken. Om het leuk te maken, ja. Ja, dit is zo'n kut fight. Want hij countert nu, hij maakt iets van mij kapot en ik kan nou niks van hem kapot maken. Hmm. Ja. Nee, een Pokémon trainer. Kijk, ik ga nu de battle ook doen. Oké, hij heeft één mon, of één mon, één bot, maar die is dus wel echt kut. Ja. En counter blijft ook. Oh shit. Ja, deze fight heb ik ook. Oh. Nee, heb ik deze fight gewonnen? Nope. Zet. Reset. Maar deze ding, als wij niet zouden resetten, dan is het een Nuzlocke. En als het een Nuzlocke was geweest, nou ja. Dan waren we al heel snel klaar. Nou, niet per se. Dan had je gewoon door kunnen gaan tot je geen parts meer over hebt. Maar ja, dan is er ook niks aan. Ja, maar ik moet volgens mij deze kant op. Ik kan volgens mij niet naar links of naar rechts. Nou, ik kan geen andere kant op. Ik moet bovenlangs. Ik had hem bijna door één crit op zijn hoofd. Oh, jij kan hem tenminste raken. Ja. Bij mij is dat ik alles iedere keer mis. Doe jij iets van een hamer? Oh ja, je hebt van die hamers. Ja, die kunnen missen. Ja, ik doe nu Metaforce. Nu moet die dood zijn. Dat kan niet anders. Nee, ik deed met Metaforce. Ik deed met mijn zwaard. Maar ik raak hem gewoon niet. Ja, ik heb gewonnen. Nee, gewonnen. Oh, gewonnen. Nou ja, ik doe deze fight en dan probeer ik het weer, want ik dat is het ding, ik moet daar langs. Mm-hmm. Ja, dat is waar de story je takes. Nou, dat was heel goed Engels en Nederlands, maar ja. Je snapt wat ik bedoel. Ja, het mooiste vind ik nog, ik doe gewoon een random fight tegen iemand en ik kill zijn eerste metabot, dat ik bijna in één hit. Dus. Ja, dat is ook leuk. Tegen die oma zeker. Ja. Ja, dat had ik net ook. Maar ja, die heeft wel weer iets leuks waarvan je denkt van ja, oké, daar kan je mooi even weer parts voor gaan verzamelen. Wat joh, ik krijg allemaal dingen, wat is dit? Hey, die is leeg. Oeh, ik krijg Psycho Missile, wat is dit? Volgens mij heb je zo eentje al. Zo, kom op, raken die boel. Ja, maar het voelt wel raar van, je zit net van, we zijn al een half uur bezig. Maar het voelt ook gewoon echt alsof je geen progress aan het maken bent. Ja, precies. Dat is wel een beetje het rare aan dit. Dit is niet zoals bijvoorbeeld van oké, gym 1 en een half uur. Nee, dit is bij wijze van spreken. Je, je bent de eerste route door na een half uur. Yup. Kom op. Raak nou iets van deze van die beest. Nope.
Oh ja, ik had iets kapot gemaakt. Dat is het grootste nadeel, vind ik, van die trage machines. Als je gewoon geluk hebt, kunnen ze gewoon niks voor een lange periode. Ja, precies. Omdat ze zo traag zijn, als je dan net de juiste part kapot kan maken. Ja, want het is toch gewoon zo van, ja, ik ben 5 minuten bezig geweest en ik heb het alsnog hier neergehaald. Ja, precies. Oké, save die boel. Jij was er doorgekomen, hè? Ja. Oké. Het is ook gewoon niet eens meer van, oh, ik loop gigantisch ver voor of wat dan ook. Nee, het is dat ik van, oké. Kom je de volgende battle door? Hoe kom je de volgende battle door, ja? Ja. Oké. Want het grootste punt vind ik ook nog van, hij is niet traag. Hij is ook nog aardig snel en dan maakt hem ook nog best close. Ja, precies. Hij is niet super traag, nee. Maar ja, gelukkig doet hij niet altijd veel damage. Hij blokkeert gewoon heel veel vaardigheden. Ja. Maar ja, dan doe ik gewoon 2 Meta Forces. Wat is eigenlijk jouw tweede Meta Force dan? Weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel nog van vroeger dat alleen de eerste goed was van Metabee. Ah. Even kijken. Nou, niks beschadigd, dat komt helemaal goed. Nou ja, nu hoop ik maar dat ik dat met deze Confusion de dingen kan doen. Maar daar ben ik wel blij mee, dat je gewoon zulke status dingen zoals bijvoorbeeld counter en blokkades daarmee kan neerhalen. Ja. Ja, want anders zijn die veel te OP. Dat zijn ze al, eigenlijk. Zijn ze al, om een heel simpele reden van. Een counter-attack is al niet zo van, oké, een keer of twee keer. Nee, een counter-attack blijft gewoon totdat hij misschien een keer een andere move pakt. Ja, precies. Dus ja, ik deed alles maar met Meta Force. En hoe weet je als je Meta Force kan counteren? Want dat zou mij heel sad maken. Dat je een Meta Force kan counteren? Ja, ik ben er de hele tijd van uitgegaan dat het niet kon in ieder geval. Nee, eerlijk zeggen lijkt mij ook totaal niets. Maar ja, ik neem het zeker voor het onzekere. Even weer Confusion eroverheen doen en dan Meta Force. Na deze battle maar even de park beëindigen. Mm-hmm. Ja, dat is helemaal goed. Een spinnenweb. Hé. Ook fight klaar. Let wel op de meest broken manier ooit. Maar... Dat is ook hoe het voorbij Erika kwam, dus... Die tweede bot die ik heb is zo slecht. Daar moet je wel gewoon van huilen. Je kan hem altijd nog inwisselen voor andere dingen, hè? Ja, dat weet ik wel. Maar daar heb ik dan weer niet de goede metal voor. Dat is het probleem, zeg maar. Die passen er bij mijn metal. Wat raar is, want je zou toch zeggen dat omdat ik de juiste metal heb, dat ik dan veel damage aan moet doen. Eigenlijk wel, ja. Ik heb maar best die omaatjes tegengekomen, want die zijn tenminste makkelijk te verslaan. Mm-hmm. Oh mijn god. Die oma die leeft nu op 1 HP op het hoofd. Verder is alles kapot. Wauw. Uitstel van executie. Mm-hmm. Do 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 do
tussen. Nee, ik ga dus normaal verder met gewoon een wild fight. Dus, nou, mijn battle is over. Laten we de aflevering beëindigen. Ben je ook ready? Ja, nou, ik ben bezig met de fight, maar maakt niet uit. Die dingen lopen toch door. Okay. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je heel graag bij de volgende aflevering van Metabots. Adios, amigos.